And I need you to keep believing. Barack Obama has failed America. To be the next president. Show me the money. Hoe Obama eventjes een miljoen komt ophalen. Hij werd door Bush ingezet om het land veilig te houden. Het orden van Tom Ridge over Obama. En mee op training bij de Secret Service. In dit gebouw is president Obama 3 evenementen aan het organiseren om geld in te zamelen voor zijn herverkiezingscampagne. En hij verwacht meer dan $1 miljoen op te halen. Als je een hapje met de president wil eten, lekker organisch eten, dat kan. $35.000 overmaken alsjeblieft. Wil je naar een bijeenkomst met de president? Kan ook $10.000. Of naar een groot gala, dan moet je $250 per kaartje betalen. Het geld doet er natuurlijk altijd enorm toe in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit zouden wel eens de eerste presidentsverkiezingen kunnen zijn waarbij meer dan $3 miljard wordt uitgegeven. Dus moet Obama heel veel geld inzamelen en daar is hij hier druk mee bezig. I think that the president really deserves our support, and I really hope that he wins re-election. He's done a phenomenal job, and he doesn't get the credit he deserves. Well, I support President Obama, and truthfully, I'm not a big fan of the Republicans, so I'd like to do whatever I can to make sure that he's re-elected. Simple as that. In de presidentscampagne van 2012 is tot nog toe $330 miljoen ingezameld door de kandidaten. Obama heeft $151 miljoen in kas. Meer dan 2 keer zoveel als de rijkste republikeinse kandidaat Romney met $63 miljoen. Obama heeft veel donateurs die gemiddeld een beetje overmaken. 53% van het geld dat hij ontvangt bestaat uit giften van minder dan $200. Romney-aanhangers zijn veel rijker. 59% van zijn inkomstenstroom bestaat uit giften van $2500, het maximale dat een burger kan geven. We love him, he's the best. And are you here for the dinner or the gala? The gala. So, can I ask you how much you paid for the tickets? $250. Yeah, we got too bad, right? No. Are you hoping to see him? We're hoping to see him. Maybe yeah. Michelle, if she's there. Dollar bill, Joe. Come on now. In de voorverkiezingsfase waar we nu in zitten mag een burger een kandidaat $2500 geven. Bij de uiteindelijke verkiezingen nog eens $2500. Dat is meteen het maximum aan giften dat je rechtstreeks aan een kandidaat kan doen, zodat je geen invloed kan opkopen. Maar je mag wel elk jaar $30.800 aan een landelijke politieke partij geven en nog eens $5.000 aan een regionale politieke partij. En daarnaast kun je bijvoorbeeld geld overmaken voor het organiseren van de partijconventie. Dat stadion van Obama 4 jaar geleden werd afgehuurd met geld van mensen die een paar ton overmaakten. En echt ongelimiteerd geven, zoveel als je wilt, dan moet je naar de Super PACs die we kennen van hun oneindige tv-spotjes. Het zijn organisaties die officieel losstaan van de kandidaat, maar wel nauwe banden met hem hebben. De club die Obama steunt heet Priorities USA. Priorities USA Action is responsible for the content of this advertising. Deze tv-komiek gaf onlangs $1 miljoen aan die pro-Obama-club. Maar dat is nog niets vergeleken bij de casino-miljonair die $10 miljoen overmaakte aan een pro-Newt Gingrich-organisatie. It was pretty exciting. I don't know, you know, to be this close to the president. It's pretty wild. Elke week lichten we er 1 staat uit en kijken naar het belang van die staat voor de presidentsverkiezingen dit jaar. En we gaan naar het dorre zuidwesten van de VS, naar Arizona. De hoofdstad Phoenix is ook meteen de grootste stad. Een groot stedelijk gebied hier beneden, maar hier in het noorden heb je ook een heel dor gebied waar de Indianenstammen hun eigen land zelfs hebben. Dat was heel bijzonder om te zien, vond ik. 6,8 miljoen inwoners in Arizona en dat vertaalt zich ook in een aantal kiesmannen. 11 kiesmannen om precies te zijn, op weg naar de 270 die er nodig zijn om president van de Verenigde Staten te worden. En Arizona is natuurlijk ook bekend van senator, de senator van Arizona, John McCain, die in 2008 de presidentskandidaat was voor de Republikeinen.
Dit jaar zeggen de Democraten dat zij wel eens Arizona zouden kunnen veroveren. Maar ik denk dat dat toch wel heel onwaarschijnlijk is. Als je kijkt naar de eerdere uitslagen in ieder geval. In het jaar 2000 bijvoorbeeld, ja, Gore versus Bush. Republikein Bush wint met 51% van de stemmen. En 4 jaar later zie je dat hij nog een keer de winst pakt. 55% voor George Bush. En in 2008 met hun eigen John McCain die meedoet, 54% voor de Republikeinse ticket. Obama 45%. Nou ja, Obama zegt dat de bevolking aan het veranderen is in Arizona. Meer studenten en meer Latino's die links stemmen. Maar ik denk dat het toch lastig voor hem zou worden om deze staat te veroveren. Maar ze willen het graag om John McCain te pesten. In het interview vandaag Tom Ridge, de eerste minister van Homeland Security, Binnenlandse Veiligheid, het ministerie dat opgericht werd na de aanslagen van 9/11. How has Obama done on Homeland Security? Well, you know, I think that the network and the mechanisms that President Bush put in place, I think has been the basis for the work that the department has done. The concern that I have with regard to the president is I think it just doesn't seem to be quite as high a priority as I think it might or should be. And I particularly disagree with him and his attorney general on treating terrorists as criminals. Part of America's brand is that due process, but they're not. Don't get the demand warnings. They don't deserve to be treated as criminals. Due process in my means, you're entitled to a lawyer. You're entitled to have an independent tribunal determine your fate, and we move on. So I fundamentally disagree with him on that. But let's face it, we got lucky. Under his administration, we had the terrorist attack, and it was a terrorist attack in Fort Hood. Somebody was sleeping. There was plenty of intelligence there, but it wasn't shared. We got lucky in the skies of Detroit, and we got lucky in New York City. Was Osama lucky? But I mean, well, that was the work of not either president. That was the work of probably thousands and thousands of people, and I think credit should be given to both administrations. So I can't deny him that, because it was the president's call to send in the troops. Frankly, I think it would be a rather easy call, given the emphasis we place on getting Obama, but he made the call and he does deserve credit for making it. But does it make it harder for the Republican nominee to criticize Obama on security after he was the president that killed Osama and your former boss? I think American voters are a little more sophisticated than that. I mean, the American voters, if you're listening to the debate tonight, the real terrorist threat, the major terrorist threat, the biggest terrorist threat is Iran. And we keep talking about maybe we're going to put sanctions on the central bank. And the State Department said the reason we're going to do that, we want them to give us a little bit more information. There was a Persian Spring. This president ignored the Persian Spring. This president has ignored Iranian resistance opposition group that we promised to protect when they gave their weapons to us back in 2004. So you get credit for killing bin Laden, but you don't get, I mean, you can't possibly avoid the responsibility for ignoring the threat of Iran. It's Iran, it's Hezbollah, it's Iran, Hamas, it's Iran and Syria, and we go after Libya. And when you bookend that whole region, the two biggest terrorist threats we've ignored. So, you're welcome. Yeah. Het geld dat hier wordt opgehaald gaat naar Obama's campagne, Obama for America, en naar de Democratische Partij. En het wordt gebruikt om adviseurs te betalen, managers, de onkosten van vrijwilligers. Maar vooral gaat dat geld naar televisiespotjes, zoals deze. Intelligence reports locating Osama bin Laden were promising, but inconclusive. And there was internal debate as to what the president should do. The entire national security apparatus was in that room. And the president turns to every principal in the room. What do you recommend I do? And they say, it's a close call, Mr. President. As he walked out the room, it dawned on me, he's all alone. This is his decision. He took the harder and the more honorable path. When I saw what had happened, I thought to myself, I hope that's the call I would have made. Hoe hou je hem in leven? Daar zijn dagelijks honderden mensen mee bezig, de Secret Service. Mannen in pak en met een oortje die de president en zijn gezin bewaken, maar ook agenten in uniform rondom het Witte Huis.
Deze elitemacht van 1400 agenten controleert het terrein rond het Witte Huis, maar mag ook daarbuiten optreden. This uniform division has very broad arrest powers. We can arrest for local offenses in the District of Columbia as well as the federal offenses. Net buiten Washington ligt het trainingscentrum van de Secret Service. Het oefenterrein is ruim 2 vierkante kilometer groot, bevat een replica van de presidentiële helikopter en het vliegtuig Air Force One. Er is zelfs een hele straat nagemaakt die in Hollywood niet zou misstaan. We're going to give them a lot of repetitions and we want to give them repetitions to where they are able to just react as opposed to having to think. Jaarlijks melden 16.000 mannen en vrouwen zich aan voor zo'n baan, slechts 200 worden ook aangenomen. It's been a long journey. I'll say that. It's a lot of training and it's difficult training. Tim Connelly werd als marinier 2 keer uitgezonden naar Irak, maar dit is wel andere koek. The Secret Service, we're protecting people. The Marine Corps, you're assaulting the enemy. You're locating and trying to eliminate. So something I've had to focus on in particular, maybe more than some other people, is drawing back and not just rushing through. Tijdens deze oefening is hij omsingeld door tegenstanders. It's kind of similar to combat. You can be bored and think that this is an easy job, and all of a sudden you got 3 gunmen taking shots at you. You got to be on your game from moment one. You can't have first aid jitters or anything like that, because that could be the day that something bad happens. Een gevaarlijke baan. Deze agent werd in 1950 gedood in the line of duty. Elk jaar herdenkt de Secret Service hun makker die werd doodgeschoten toen hij buiten de tijdelijke woning van president Truman de wacht hield. De nachtmerrie van de Secret Service kwam uit in Dallas. 1963, president John F. Kennedy doodgeschoten. In 1981 wordt president Ronald Reagan geraakt. Een verwarde man opent het vuur als Reagan een hotel uitloopt. Reagan overleeft het, zijn perswoordvoerder raakt gedeeltelijk verlamd. De Secret Service bewaakt in het verkiezingsjaar niet alleen de president, maar ook zijn republikeinse uitdager. Er zijn veel dreigementen tegen Obama. In november nog nam iemand de ramen van het Witte Huis onder vuur. Gelukkig zit daar kogelwerend glas in. Na een paar uur is het weer gedaan. De president gaat naar huis, terug naar Washington met ongeveer $1 miljoen op zak voor zijn herverkiezingscampagne. Heel veel mensen zeggen, wat is toch erg al dat geld in de politiek en Obama moet dit wel doen omdat het zo belangrijk is. Nou, Obama is een van de redenen dat er zoveel geld omgaat in de politiek. Hij heeft 4 jaar geleden de beslissing genomen om zich niet langer te houden aan fiscale regels voor geld inzamelen. Hij zei, ik wil niet meer vastzitten aan het stramien waarbij hij maar $86 miljoen kon inzamelen. Ik wil meer verzamelen. En dit jaar zou hij wel eens meer dan 1 miljard bijeen kunnen sprokkelen. Onvoorstelbare bedragen die kennelijk nodig zijn in de verkiezingen van 2012. Blijf ons volgen.